dit portret is eigenlijk heel erg interessant. Het is natuurlijk een schuttersportret, dat is het eerste wat je ziet. Al die mannen bijeen aan een grote tafel. Iedereen wil erop staan, iedereen wil er mooi op staan. Iedereen staat er op zijn paasbest inderdaad op. Mooi gekleed, mooi aangekleed, in goede doen. Daar ging het natuurlijk om. Maar er gebeurt ook eigenlijk nog iets heel bijzonders op dit schilderij. Het is namelijk geschilderd op het moment dat een van de leden van de schutterij, de kapitein, de belangrijkste man dus de aanvoerder, de commandant, kapitein Bakker, neemt afscheid van de schutterij, want hij wordt burgemeester van Amsterdam. En dit is geschilderd om dat te vieren. En dat was natuurlijk voor die schutterij ook heel belangrijk, want dit was een van de vele schutterijen in de stad Amsterdam. En hun kapitein wordt burgemeester. Daar ben je dus allemaal opeens vriendjes met de burgemeester. En dan gaat het allemaal goed met je, want je hebt allemaal een direct lijntje met de belangrijkste man in de stad. We hebben het over de tijd van de Republiek, 17e eeuw. Nederland was eigenlijk een klein land. We wonen met 1,5-2 miljoen mensen hier samen. En schutterijen en gilders, dat waren de belangrijke groepen waar je eigenlijk ook kon laten zien dat je het goed deed in de samenleving, dat je carrière maakte. Je kon niet zomaar officier worden of luitenant of kapitein als je niet wat geld meenam. Of als je niet al van een aanzienlijke familie kwam of als je een succesvol handelaar was. Maar het was wel zo dat die netwerken, en dat is natuurlijk ook de essentie van netwerken, die stonden wel de hele tijd open voor nieuwe mensen. Maar wel mondjesmaat. Niet in te grote groepen, want dan werd het netwerk weer verstoord. Dus je kon op een soort vaandrigniveau, kadetniveau, kon je lager instromen, kon je ook functies krijgen binnen de schutterij. En dan kon je ook in de schutterij carrière maken. Maar er werden ook politieke afspraken gemaakt. En er werden ook carrièreafspraken gemaakt. We weten van een aantal mensen ook op de portretten, de groepsportretten. We hebben natuurlijk archiefonderzoek is er in Nederland gedaan. In Amsterdam bij het Stadsarchief is dat gedaan. Weten we ook dat als je eenmaal vereeuwigd was op zo'n heel mooi groepsportret, dat het dan eigenlijk ook wel bijna altijd goed ging met je. En dan geven die netwerken, die schilderijen, want dat zijn het, die geven eigenlijk ook aan, het gaat goed. We hebben het goed geregeld, u hoeft zich geen zorgen te maken, er wordt voor u gezorgd en wij nemen onze posities in. En wij hebben nu niet meer de kennis om al die symbolen meteen te duiden, je moet het gaan uitleggen. Maar begrijp goed dat voor de mensen van toen was dit een soort groepsfoto op LinkedIn en je zag gelijk alle verbanden.